Vanaf het ouderlijk huis van Ritchie loopt de stoet door het dorp richting de kerk waar een afscheidsdienst wordt gehouden. Het overlijden van hem en de 18-jarige Stijn heeft diepe sporen achtergelaten in Ursem. Je ziet heel veel mensen en je ziet eigenlijk iedereen verdrietig op straat. En ja, voor mij is de tijd gewoon stilgestaan. Het is heel bizar. Het is een, echt een achtbaan. Je zit, ben je naar je werk en dan zit je naar je werk zit je te staren. Je kan het niet begrijpen. Je doet het allemaal een beetje afleiding te hebben, maar je zit er toch gewoon niet bij met je kop. Je wil eigenlijk alleen maar bij je vrienden zijn, met elkaar. En ja, dat is vooral wat het hele weekend gebeurd is eigenlijk. Ja, het is gewoon heel raar. Je weet nog niet helemaal hoe dit allemaal straks gaat lopen als alles helemaal achter de rug is, zeg maar. Ja, het is gewoon niet te beschrijven. Bij de plek van het ongeluk staat de stoet even stil. Behalve Ritchie en Stijn zat ook de 18-jarige Mitchell in de auto. Hij overleefde als enige het ongeluk, maar ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. Mitchell is stabiel. Er is relatief weinig over te zeggen dat het nog steeds onzeker is en het zijn kleine stapjes die hij maakt, maar hij is stabiel en ja, we hebben hele goede hoop dat hij er bovenop gaat komen. Ja, het is nog een beetje onwerkelijk. Het gaat nu op zich nog wel, maar ik denk dat we straks allemaal wel gaan breken, denk ik. Maar ik hoop dat het een mooi afscheid wordt en ik denk dat hij dat wel verdiend heeft en ja, dat komt wel goed, denk ik. Na de herdenkingsdienst in de kerk is de 22-jarige Ritchie begraven. Morgen is de uitvaart van zijn 4 jaar jongere vriend Stijn.